Goedemiddag. Zeker als je in een flat woont kun je er gillend gek van worden. Mensen die luidruchtige seks hebben vlakbij je. In een flat in Hellevoetsluis deed een vrouw ook geen oog meer dicht. En zij dacht, kom, ik hang een briefje op. Nou ja, gewoon echt pornogeluiden. Van zowel de man als van de vrouw. Het is kreunen? Ja, alleen dan echt ongegeneerd. Gewoon heel hard. En dan ja, hoor je de man ook nog wel eens wat geluiden maken. Dus ja, de onderbuurvrouw zei dat het echt was van... Slet en weet ik het allemaal. Dus ja. En jullie weten niet waar het vandaan komt in de flat? Nee, we weten niet, nee. Je hoort alles, dus vanaf de vijfde kan het ook zijn, want je hoort alles door de leiding heen. Ja, ik denk, ik ga gewoon een briefje ophangen. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen, want ik heb dus een briefje teruggekregen van de buurvrouw. Met daarin dat ik maar niet in een flat moet gaan wonen. En dat ik misschien ook een goede beurt nodig heb. Ik heb zoiets van, je kan wel op gaan schrijven dat ik een goede beurt nodig heb, maar ik hou gewoon rekening met de medeburen. Dus dat heeft daar niks mee te maken. Ik wens in ieder geval heel veel plezier als ze maar een beetje rekening houden met mij en met de rest van de flat. Kort nieuws dan. 3 agenten worden vervolgd voor schieten op verdachten. Er was geen sprake van noodweer bij de incidenten, vindt de officier van justitie. 2 agenten schoten vorig jaar in Tilburg op een vluchtende man en in Oosterhout werd geschoten op een wegrijdende auto. Aanvallers Bas Dost en Elgero Elia zijn de meest opvallende namen in de voorselectie van Oranje voor de komende duels tegen Turkije en Spanje later deze maand. Robin van Persie ontbreekt door een blessure, hij is er dus zeker niet bij. Guus Hiddink maakt vrijdag bekend welke spelers hij definitief oproept. Begin deze maand werden onder een supermarkt in Parijs massagraven gevonden met stoffelijke overschotten van meer dan 200 mensen. Inmiddels weten we dat de skeletten uit de middeleeuwen stammen. En nu is er ook meer duidelijk geworden over de doodsoorzaak. What is very, very important on these anatomical series is that there is no injuries on the bones. So it's not a war event. We have males, females. Babies, kids, and that means that what happened to them happened all at the same time and touched all the ages of this population from Paris in the Middle Ages. So it has to be an illness. Onze volgende update is aan het einde van de middag. Heel graag tot dan. Fijne dag verder.